En dan verklaar ik het evenement voor geopend. En dan wens ik iedereen in Winterswijk, maar natuurlijk in de eerste plaats de organisatoren, die daar zo geweldig veel energie in gestopt hebben, die met dit geweldige idee kwamen, heel veel succes. En alle Winterswijkers, een gezellig familiespectakel 2015. Daar gaat ie. Prachtige vogel die gemaakt is, de Inebolk. En voor ieder kind, bijna, hebben we een vogel. Kijk hier aan, dat is hem. Ja, ja. Ik stel voor de burgemeester voorop, alle kinderen achter de burgemeester. En dat de vaders en moeders en alle andere mensen er achteraan aansluiten. Daar gaan we. En... Hoppa! Een hele goede tik. Oh! Prins! Jammer! Even op de foto met de vogel. Vandaag zondag 7 juni, familiespectakel Winterswijk en Stichting Welzijn Winterswijk staat hier. Ja, wij zijn van Stichting Welzijn de kinderopvang. Dus deel welzijn is er niet, maar we staan hier voor de kinderopvang. Wij vinden het heel leuk om Winterswijk te laten zien wat we allemaal voor producten hebben. We zijn heel veelzijdig op het gebied van kinderopvang. We hebben peuteropvang, we hebben kinderdagverblijven. We hebben de BSO, dat is buitenschoolse opvang. Jullie staan hier dus om zelf te promoten? Ja, ook. Maar ook om deel te maken. We maken deel uit van de Winterswijkse samenleving. Dus wij vinden ook dat we daarbij aanwezig moeten zijn. En we hebben ook de gastouderopvang. We hebben in feite 24 uur per dag opvang kunnen we ouders bieden. En dat ouders kunnen allerlei vormen combineren. Tot welke leeftijd is het dan? Nou, wij hebben opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ja. Heel mooi. En jullie hebben, zie ik, een schminktafel daar? Ja, dat zijn onze collega's. Die hebben een schminkcursus gevolgd. Want schminken is altijd hot topic. En kinderen zijn daar gek op. En die zijn de hele middag aan het schminken. Dit is onze stand met producten. Onze collega's van de Gymkids, die zijn geschoold in het bewegen met kinderen. Doen allerlei leuke bewegingsactiviteiten met kinderen. We vinden bewegen heel belangrijk binnen onze kinderopvang. Bij de andere bomen. Waar is dat bewegen dan precies? Ja, dat is daar op het podium, maar dat is net geweest. En om 3:15 geloof ik, of iets eerder, hebben ze weer een optreden. We hebben de collega's van Kikken, dat is Sport BSO. Die staan bij de Pannenkooi. We hebben een hele intensieve samenwerking altijd met Hans Hoeding-Holder. Dat is een muziektherapeut. Heel veel muziek maakt met kinderen op een hele laagdrempelige. Die is daar te zien met zijn muts op. En die geeft ook op sommige kleuteropvangen, geeft die korte muzieklesjes. En hij doet altijd met waardeloos materiaal, zeg maar. En daar maakt hij dan weer muziek mee. Nou, dat is echt heel bijzonder. I want you to know that it's our time. You and me need to sing alive. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I want you to know that it's our
Dan zijn dat de heren van het Airsoft team. Spreek ze gerust aan. Het is zoiets, heb ik me laten vertellen, als paintball. En dan hakken je keer. De rechterbal is helemaal vier toegespeeld. Ball drop. Dat ziet er heel leuk uit. Kun je mooie profielfoto's van maken. Dag Herman. Ook weer aanwezig. Een tegeltje gooien aan de rechterkant. Dank voor die doen. Ah, je wel man. Ja, zal ik het doen? Dat zit er aan. Ja, waar. Ja. 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 Ja, nee, doe maar even zo. Hop, duim omhoog. Zo hè. Ja. Airsoft team. Dat is weer wat anders als paintball. En dat kunnen ze nu allemaal vertellen, dus graag terug. En heb je zin om een balletje met een kerel of kerel te gooien, dan doe je dat ook vandaag. Dus heb je zin om een kereltje te gooien, ga je rustig naar de kerelvereniging. En die bevindt je HSF. En daar kun je een ritje mee maken met Take a second, let me go see. Right now, what I need. Talk to me, talk to me. 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 Talk to me, talk
Okay, let's do it. Now you cry for the